Wanneer mag je nou varen met een rubberboot en een buitenboordmotor? Dat mag vanaf je 12e jaar. Alleen mag de boot dan niet harder gaan dan 13 km per uur en niet langer zijn dan 7 meter. Dan mag dat zonder vaarbewijs. Dan vanaf je 16e jaar mag je varen met een rubberboot en een buitenboordmotor die niet harder gaat dan 20 km per uur. Of niet langer is dan 7 meter. Dat mag dan nog steeds zonder vaarbewijs. Dan je vaarbewijs halen mag vanaf je 15e, 16e jaar. Alleen je mag de boot pas besturen, de snellere varende boot, mag je pas besturen vanaf je 18e jaar. Dus tot die tijd mag je met een boot varen van niet langer dan 7 meter en niet harder dan 20 km per uur. Nou kan het zijn dat als je 12 jaar bent, dat je vader of je moeder of je oom of je tante een rubberboot heeft met een buitenboordmotor van bijvoorbeeld 4 pk. Als je daar alleen in zou zitten, dan gaat die boot natuurlijk veel te hard, want die gaat in plané. Dus dan gaat die harder dan 13 km per uur. Nou is het zonde om daar een andere motor voor aan te schaffen. U kunt hem gewoon langsbrengen bij een dealer en hem daar laten afstellen dat hij dus niet harder gaat dan 13 km per uur of 20 km per uur. En dan vraagt u daar een certificaat bij en ook daarmee is het afgedaan. Dus dan keurt de politie dat gewoon goed. Als je dan uiteindelijk je spullen voor elkaar hebt, zorg er dan voor dat als je met de buitenboordmotor vaart, dat je altijd een dodemanskoord om je arm doet, zodat als je overboord valt, de motor gelijk uitgaat. En denk er goed om dat je niet over je vriendjes of vriendinnetjes heen vaart. Dus wees altijd extra voorzichtig, zeker als er kinderen om je heen zwemmen of vriendjes of vriendinnetjes in de boot zitten of achter de boot hangen. Denk er goed om, want zo'n schroef die achter de motor zit, die draait wel en dat voelt niet lekker aan je benen. Mocht je nou nog vragen hebben en of tips voor ons qua video's, laat het dan weten in de reacties en abonneer op ons kanaal.